Dag allemaal. We hebben het terug over de intraspecifieke relaties. We hebben het daar dus over relaties tussen individuen van een en dezelfde soort. In dit lesfilmpje gaat het meer specifiek over communicatie tussen individuen van een soort. Ja, op welke manier ze zich communiceren. En anderzijds, en dat is dan een beetje de stap verder, over hoe dat we dan tot gedrag komen, wat gedrag is. En hoe dat we dat moeten bestuderen. Dat zijn dus de twee aspecten waar we het vandaag over hebben. Ik vertrek weer vanuit twee belangrijke of de belangrijkste behoeften van een individu. En dat is namelijk, net zoals ik vorige keer zei, voeding en voortplanting. Ik had er vorige keer ook overleving bij geschreven. Ik beschouw die nu als onderdeel van deze twee. Dus voeding en voortplanting zijn twee zaken waar een individu eigenlijk zich zorgen om maakt. En van daaruit gaan we dus die twee aspecten bekijken. Namelijk enerzijds communicatie. Ja, en anderzijds gaan we iets proberen te begrijpen. Of gaan we bestuderen wat gedrag dan wel juist is. Eigenlijk moeten we zeggen dat gedrag het geheel is van alle communicatiestrategieën en handelingen die een dier gebruikt. Ja, dat geheel noemen we wel eens het gedrag. Laat me eerst even het hebben over die communicatie. Als we over de communicatie tussen dieren als we dat willen gaan bestuderen, dan moeten we twee zaken onderscheiden. En dan gaan we enerzijds kijken naar wat de functie is van de communicatie. Wat is de bedoeling? Ja, de bedoeling van de communicatie die gevoerd wordt tussen de individuen van een soort. En anderzijds, wat is de manier waarop? Ja, wat is de methode? Er zijn verschillende methodes waarom individuen kunnen communiceren met elkaar. Ja? Misschien eens kijken naar de functie. Wat kan de functie van communicatie allemaal zijn? Er zijn eigenlijk heel veel functies, maar ze zitten vaak in dezelfde categorieën. We hebben het al gehad over de groepsvorming en wat de voordelen kunnen zijn van in groep samen te leven. En dan zou je bijvoorbeeld kunnen nadenken over het jagen. En je hebt in de vorige studie al filmpjes bekeken, bijvoorbeeld over die orka's die samen een minke whale aanvallen. Of die orka's die bijvoorbeeld door synchrone golfbewegingen, zwembewegingen, een golf kunnen creëren. Om op die manier een zeehond van zijn ijsschots te jagen. Om dat te kunnen doen, is er natuurlijk communicatie nodig. En zeer verfijnde communicatie. Ja. Om die golf te creëren, moeten ze perfect synchroon bewegen. Want anders krijg je zo'n mooie, perfecte golf niet natuurlijk. Hè. Er is een hele fijne communicatie nodig tussen die individuen. Als wolven samen gaan jagen, is er ook communicatie nodig tussen die dieren onderling, opdat zij hun succes kunnen vergroten. En als iedereen voor zich, en ze kluisteren in naar elkaar, en iedereen gaat voor zich, dan hadden ze eigenlijk even goed apart kunnen gaan jagen, maar ze doen het samen, omdat het samen efficiënter is, maar dat vereist wel natuurlijk wat sociale interactie. Ook bij mensen is dat zo. Bij mensen wordt dat misschien allemaal een beetje complexer, of is dat misschien... maar eigenlijk is dat helemaal op dezelfde manier. Ja. Jagen is er dus één voorbeeld. We moeten daar misschien ook eens bij afvragen wat het verschil is tussen iemand die alleen leeft. Ik heb u vorige keer de lynx als voorbeeld gegeven, als eentje die helemaal alleen leeft het grotendeel van zijn leven. En het sneeuwluipaard is er zeker vast ook zo een. Ook zo'n katachtige die helemaal alleen leeft. Maar doet dat niet altijd. We hebben gezegd dat de meeste organismen zich seksueel, de meeste dieren al sinds zich seksueel voortplanten. En daarvoor moeten ze minstens voor de paring bij elkaar komen. En dat wil zeggen dat dan ook communicatie nodig is. Ja, dus dan is er communicatie nodig om bijvoorbeeld op lange afstand, want ze zien elkaar niet, ze leven niet in groep, ze komen elkaar meestal niet tegen. Zijn er toch manieren nodig om elkaar op lange afstand te kunnen vinden, op zijn minst. En dan een communicatie uit te werken, waardoor toenadering mogelijk is en paring, met paring als gevolg. Dat is voor dieren die alleen leven helemaal niet zo simpel. Ja? Als je in groep woont, is dat natuurlijk anders. Dat is wat ik daar juist probeer aan te halen.
En dan komen we al snel bij een heel belangrijke functie van communiceren. Dat is bij dieren die zich seksueel voortplanten. Dat zijn dus zoals gezegd al de meeste diersoorten. Is het verleiden. Ja? Dus de ene partner moet de andere aantrekken. En moet die overtuigen tot paring. Want dus de bedoeling van die voortplanting is natuurlijk dat je genen kan voorzetten in de volgende generatie. Die kunnen bestaan in de volgende generatie. Maar daarvoor moet je dus, en dat is de grote uitdaging van seksuele voortplanting, dat is een partner vinden en die overtuigen om te paren. Ja. En dat is niet altijd zo simpel. Ja, er zijn heel veel communicatieskills voor nodig. En in de filmpjes die gaan volgen, ga je er een paar heel spectaculaire zien. Als je die van de mens al niet spectaculair vindt, dan zijn er in de dierenwereld echt wel heel spectaculaire. Van hoe je een vrouwtje kan... Het gaat vaak... Het hangt een beetje van de diersoorten af natuurlijk. Het gaat vaak over de mannetjes die de vrouwtjes moeten verleiden. Dat kan met allerlei signalen die je bij de methodes gaan moeten bekijken. Maar dus het overtuigen is een hele, hele belangrijke. En wat daarbij komt, is ook de concurrentie die je met andere mannetjes moet aangaan om het vrouwtje voor u te winnen of om je genen te kunnen voortplanten. Of de genen kunnen droppen in de volgende generatie. Ja? Dus dat is een hele belangrijke voorwaarde. Of een heel belangrijke functie van communicatie. Ik wil er daar nog eentje bij zetten. En dat is de communicatie. De communicatie tussen ouder en kind. Ja, ik zie hier nu in de tuin het spreeuwennest waarvan de jongen net zijn uitgevlogen. De jonge spreeuwen zijn aan het uitvliegen, maar hebben nog hulp nodig. Ze zitten hier in de boom rondom ons. En van zodra de ouders blijven eigenlijk voedsel aandragen, gaan dan niet meer naar het nest brengen, maar gaan dan vinden die jongen, want die jongen die bedelen en die schreeuwen om voedsel. Maar ze zitten daar als adolescent zou je kunnen zeggen, of kind misschien, te schreeuwen ergens op een tak. En die krijgen het voedsel van de ouders nog toe. Hoe komt dat die ouders dat blijven doen? Dat is omdat die communicatie tussen kind en ouder, dat geschreeuw is heel herkenbaar, is heel sterk ook, is een hele sterke prikkel. En die ouders kunnen niet anders dan hun kinderen blijven voeden. Dus die relatie, dat is ook een hele belangrijke functie. Voor communicatie natuurlijk, dat kinderen hun gedrag van hun ouders kunnen beïnvloeden opdat ze gevoed worden. Dat is een beetje een gevecht zoals onze communicatie tussen broers en zussen, een concurrentie, excuseer, tussen broers en zussen, om genoeg voedsel te krijgen. Ik wil er hier toch nog een bij plaatsen. En dat is de communicatie vooral voor dieren die in groep leven, om je groepsgenoten te waarschuwen als er bijvoorbeeld gevaar dreigt. Ik heb alarm geschreven. Dus alarm is het alarmslagen, is een vorm van communicatie. Het kan op allerlei manieren gebeuren. Die voor dieren die in groep leven een hele belangrijke is. Goed, dan gaan we eens kijken naar de methodes. Daar kunnen we, je kan het onthouden, het zijn vier methodes om te kunnen communiceren. Dat is althans de vakjes die wij als mensen gebruiken. Je kan ze onthouden met de letters van het woord taco. Ja. Het gaat over de tactiele communicatie. De A van auditieve. De C van chemische. En de O van optisch. Ja, taco. Wat bedoelen we met tactiel? Tactiel, dat gaat over aanraken. Aanrakingen. Dieren die in groep leven. Henry, in de filmpjes zullen je wel een paar voorbeelden zien van dieren die dat heel tactiel omgaan met elkaar. Dus elkaar veel aanraken. Dieren die in groep leven. Denk aan een troep leeuwen of een roedel wolven die samenleven. Die zullen elkaar veel aaien en aanraken. Die kunnen of kijk misschien naar de paarden bij jou thuis in de wei of in de omgeving. Die zullen ook via aanrakingen kunnen die communiceren met elkaar. Daarmee geven ze signalen door die jij misschien niet altijd begrijpt. Maar door elkaar aan te raken, om elkaar te duwen, zullen ze de hiërarchie binnen een groep kunnen bevestigen of duidelijk maken. Kan de ene individu aan de andere doorgeven van ik ben hier de sterkste of wat dan ook. Het knuffelen. Het duwen, allerlei aanrakingen spelen een heel belangrijke rol. Dat is de T van tactiel. Een andere is auditief.
Ja, dat gaat natuurlijk over het produceren van geluid. Heel veel signalen, heel veel communicatie wordt via geluid, of in ons geval zelfs via taal, geproduceerd. Andere dieren hebben ook een soort van taal die wij gewoon niet verstaan. En daarom noemen we het niet altijd taal, maar biologen weten vaak wel heel goed hoe dat sommige intelligente dieren hele complexe taal ontwikkelen. Maar het kan ook gewoon door geluiden die wij misschien niet als taal beschouwen, waarop dieren gaan communiceren. Het voordeel van geluid te gebruiken in plaats van aanraking. Voor aanraking moet je natuurlijk dicht bij elkaar zijn. In het geval van geluid kan je dat op afstand doen. Afhankelijk van wat een middenstof is, dat heb je misschien in fysica al wel eens bestudeerd. Afhankelijk van wat een middenstof is, waardoor het geluid moet reizen, kan je de signalen over heel lange of minder lange afstand laten reizen. En kan je dus individuen dichtbij of veraf bereiken. In een van de filmpjes zal je zien hoe dat bij olifanten en bijvoorbeeld ook walvissen geluid een heel belangrijke communicatiemiddel is, omdat bijvoorbeeld in het geval van walvissen geluid door water kan reizen. En in water gaat geluid veel sneller dan in lucht. Ja, dus ze kunnen, dat is bij walvissen die in de grote oceanen van de hele wereld zich verplaatsen, wat heel belangrijk is, over een hele grote afstand kunnen communiceren. Wel, in water valt dat wel mee. Olifanten kunnen dat ook over heel lange afstanden, maar zij zullen dan geluidstrillingen die wij niet als geluid beschouwen, maar trillingen doorheen de grond gaan gebruiken als communicatiemiddel. Dus dat is auditief. Chemisch, dat wordt vaak onderschat en is ook iets moeilijker te bestuderen. Maar chemische communicatie is een communicatie waarbij een individu een chemische stof produceert die door water of eventueel door de lucht kan verplaatst worden en op die manier bij de ontvanger een boodschap gaat aanbrengen. Er komt juist een tractor voorbij, dus ik ga het even op. Zo, die is gepasseerd. Ik was de manieren van communicatie aan het overlopen en chemisch. Chemisch is een hele belangrijke en vaak ook onderschatte, want als we het over mensen hebben, is dat ook een hele belangrijke. Wij communiceren ongelooflijk veel via geuren. In sommige gevallen noemen we die stoffen die wij produceren om via de lucht dan meestal een signaal over te brengen naar een soortgenoot, noemen we vaak ook feromonen. Ja. Nog een laatste manier van communiceren is de optische manier. De O van optisch, dat wil zeggen via visuele dingen. Ja, dat gaat dan via licht, hè, want het is via licht dat we dingen kunnen zien. En daar zijn heel veel verschillende manieren. Eentje daarvan is de kleuren. Ja. Op land bijvoorbeeld gebruiken heel veel dieren kleuren om te communiceren. Het verenpatroon van een vogel bijvoorbeeld zal op een bepaalde manier iets etaleren. Ja, je weet dat veel eenden bijvoorbeeld hebben een specifiek verenkleed dat zich in de paartijd vooral zich manifesteert. In de rest van het jaar soms een meer onopvallend verenpatroon. En worden soms mannetjes getaxeerd of gekeurd op de felheid van de rode borst of om hun kwaliteit in te schatten. Anderzijds kan het ook gewoon in licht zijn in donkere omstandigheden. Denk aan de diepe, diepe, diepe oceaan. Of in het donker bij nachtdieren kunnen dieren dus communiceren gewoon via lichtsignalen. Denk aan glimwormen of denk aan vissen die via bepaalde organen licht kunnen produceren in het duister. En kunnen op die manier gaan communiceren. Oké, nog een laatste klein stukje. Gaat dan over dat gedrag. Ja. Gedrag dus beschouwen als het een geheel van allerlei handelingen en communicatiestrategieën die een soort gebruikt. En dat kunnen we gaan bestuderen. Dus dat gaat niet over één manier van communiceren, maar dat gaat dan over het complete geheel van hoe van alle handelingen samen die een individu stelt. De opdeling die we daar graag over willen maken en de vraag die jij moet stellen als je naar de filmpjes kijkt in dit stukje, zou dit gedrag, en dat zijn de twee pijltjes die hier staan, is het gedrag waarschijnlijk aangeboren? Dat wil zeggen, is dat een gedrag dat zich automatisch stelt, ook al zou ik dat dier, dat individu niet opvoeden? Of is het dus aangeboren? Dat wil zeggen dat het op een of andere manier waarschijnlijk in de genen zit ingeprogrammeerd. Of is het een gedrag dat aangeleerd is?
aangeleerd. Dat wil zeggen dat het een gedrag is dat het individu doorheen zijn leven, doorheen zijn vroege leven waarschijnlijk, aangeleerd krijgt van soortgenoten, meestal zijn ouders natuurlijk. Een heel makkelijk voorbeeld om u in te denken is bijvoorbeeld de zang van zangvogels. Hè, als je een zwartkop hoort fluiten in je tuin, of pakweg een merel hoort fluiten in je tuin, dan kan je je afvragen, die zingt een heel gevarieerd lied, is dat sowieso aangeboren? Kan een merel die geboren wordt, kan die automatisch dat liedje fluiten als die zijn stembanden laat trillen, of zijn zangorgaan laat trillen? Of is dat iets dat hij aangeleerd krijgt van zijn ouders, van zijn soortgenoten, omdat hij die hoort zingen in de buurt, en dat hij die, door die vaak te horen zingen, dat hij dat liedje kan nazingen? En dat is niet zo'n makkelijk antwoord. Blijkt dat het een beetje een combinatie is van beide. Ik heb wel eens meegedaan met experimenten waarbij dat we een koolmezen-ei in het nestkast van een pimpelmees-koppel hebben gelegd. En dan die laten uitbroeden en laten opvoeden door die pimpelmezen-ouders. En dan bleek die koolmees met pimpelmezen-ouders een combinatie van beide liedjes te zingen. Dus koolmezen hebben een bepaald gezang, pimpelmezen hebben een ander. En dus die wees, of koolmeisje dat werd opgevoed door pimpelmezenouders, zong eigenlijk een combinatie van beide. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat het zangpatroon deels genetisch is en dus aangeboren is, maar ook deels door opvoeding kan worden aangelegd. Er zijn twee lagen eigenlijk wat die zang betreft. En dat kan je dus voor heel veel gedragingen in de natuur bij dieren gaan afvragen. Eigenlijk ook bij de mens. Wat is er aangeboren en wat wordt er aangeleerd? In hoever kunnen uw ouders u eigenlijk nog dingen aanleren door opvoeding? Of gedragingen aanleren door opvoeding? Of in hoever is dat eigenlijk allemaal al vastgelegd? En is er eigenlijk niks meer te doen aan jouw gedrag? Interessante vragen die doorheen de volgende filmpjes en vragen u worden bestudeerd. Heel veel succes!